Ja, Nick, zo liggen vreugde en verdriet dicht bij elkaar vandaag. Ja, absoluut. Dat klopt. Maar dat heb je vaker in sport. Dat is een beetje hoe het gaat. We hebben een winnaar en we hebben een verliezer. En dat was vandaag ook weer zo. Ja. Ik krijg ondertussen wat assistentie bij het interview. Ja, het komt denk ik niet als een verrassing dat jullie hier met het treurige gezicht staan. Nee, kijk, Excelsior speelt gewoon een heel veel beter seizoen dan wat wij gedaan hebben. En dat hebben ze vandaag ook laten zien. Wij hebben gewoon heel veel fouten gemaakt. En we verliezen gewoon een hoop wickets door run-outs. Gewoon slechte fouten maken en dan kom je op een veel te laag totaal uit. En uiteindelijk is dat iets wat we te vaak gedaan hebben dit seizoen. En daardoor zijn we gewoon ook onderaan geëindigd. Dat is heel vervelend. Ja. Ik kan me voorstellen, ook in zo'n kampioenswedstrijd wil je niet als kanonnenvoer dienen. Je wilt die aanstaande kampioen dan tegenstand bieden. Ja, we moeten concluderen dat dat vandaag niet echt is gelukt. Nee, helemaal niet zelfs. En we wisten op een gegeven moment wel dat het wicket wat moeilijk was om op te betten. En we hadden dan snel twee wickets. En als je dan nog één pakt, weet je maar nooit wat er gebeurt. Zeker als je Lorenzo pakt, maar dat gebeurde niet. En uiteindelijk maken ze het verschrikkelijk makkelijk af, omdat de druk er op een gegeven moment redelijk af was. Maar je zag aan het begin is de stress. En dan als je een paar wicketjes pakt, dan kunnen dus gekke dingen gebeuren in het spel. En dat gebeurde helaas niet. En uiteindelijk maken ze die pot gewoon hartstikke goed af. En dan laten ze gewoon zien, denk ik, dat ze terechte kampioen zijn. Ja. Dus dat hebben ze gewoon super goed gedaan. Zij zijn de terechte kampioen. Zijn jullie ook de terechte degradant? Volgens de lijst wel. Ik denk dat we, zoals wij gespeeld hebben dit seizoen, gingen we niet heel hoog eindigen. Maar ik vind wel dat we zeker 4-5 wedstrijden echt wel hadden moeten winnen. Omdat we onszelf in posities gebracht hadden met goed cricket, dat we die gewoon binnen konden slepen. Alleen dat deden we niet. Nou, je ziet nu met het verschil wat er is. Als je 3 potten wint, dan is er niks aan de extra wint, dan is er eigenlijk niks aan de hand. En cricket is een spelletje van momenten ook. En we hebben het op momenten laten liggen en gewoon niet als een unit die wedstrijden afgemaakt. En ik kan er zo 4-5 noemen die we eigenlijk hadden kunnen of moeten winnen. En je ziet nu dat het verschil had gemaakt. Helaas. Het is zwaar vervelend. Ja. Zeg jij diplomatiek. Ja. Wat betekent dit voor de club? Nou ja, kijk, het is natuurlijk voor de club gewoon vervelend dat het gebeurt. Het kan ook een wake-up call zijn dat dingen anders moeten en dat we gaan we lekker naar de jeugd moeten gaan kijken. Het kan zijn dat we die plannen moeten we de komende maanden gaan smeden, zeg maar. Ik denk dat er geen paniek is, maar het is vervelend dat je niet op het hoogste niveau speelt na zoveel jaar. Dus ja, het is vervelend en we zullen zien wat sponsors gaan doen en dat soort dingen. Je weet maar nooit. Ik hoop dat we gewoon een goed plan kunnen opzetten waarbij we gewoon goed naar de toekomst kunnen kijken. Daar was al een basis voor neergelegd. En hopelijk kunnen we dat aanpassen naar iets wat gaat werken. En dat we gewoon over 1 of 2 jaar weer op het hoogste niveau spelen. En ook met meer jongens gewoon van de club. En dat is belangrijk ook. En dat zie je bij Excelsior. Hè? Die hebben hopen wel jongens van Excelsior. Daarom vind ik het ook mooi dat zij gewonnen hebben weer. Net zoals vorig jaar. Dat ze dat met eigen jongens doen. Ja. Dat is gewoon goed. Met uiteraard een paar gasten als versterking. Maar zo was het vroeger heel veel en dat zie je telkens minder. Want is dat ook misschien waar je een klein beetje met misschien wel jaloezie naar kijkt? Hoe zo'n club als Excelsior met eigen jeugd zo goed doet? Ja, nu wel. Wij zijn als Hermes juist ook een vereniging geweest die jarenlang juist jongens van onze eigen vereniging hadden. En daar keken toen mensen ook naar op. En nu zitten wij aan de andere kant een beetje. We hebben wel wat jonge jeugd die aankomt, maar die zijn nu nog echt wel te jong. En dan moeten we dat gaan smeden voor de toekomst. En zorgen dat ze de lol in hebben en beter worden. En gewoon graag willen spelen. En dat is het belangrijkste. Geldt voor alle clubs dat we allemaal meer cricketers nodig hebben. En daar zullen we zelfs als KNCB, de KNCB zal daar wat voor moeten gaan doen. En zorgen dat we kwantiteit brengt, ook kwaliteit. Ja. Hier is het feest vanavond. Jij vroeg naar bed? Ja, dat zou best kunnen. Het is ook een beetje druk met een verbouwing, dus het is wel een goed idee om gewoon vroeg naar bed te gaan. Maar we doen er wel één biertje. Eentje dan. Ja.